Axel van de Stribiep. Van de Stribiep. We gaan weer in een vijftal minuten meer opsteken over stripverhalen en daarvoor hebben we Axel de Puit in de studio gehaald. Dag Axel. Dag Paul. Vandaag ga jij het hebben over baby's in stripverhalen. Vandaag ga ik het inderdaad hebben over baby's in het stripverhaal. Dat klinkt al wel veelbelovend. Wel, ik begin met De Deentjes. En De Deentjes is een strip die zich afspeelt in Denemarken. In een aantal migrantengezinnen worden verschillende baby's geboren. Ik zou zeggen, daar is niet zo speciaal aan. Behalve dat die kinderen allemaal blank zijn en blond en blauwe ogen hebben. Dat is nogal vreemd en menig relatie wordt daardoor onder druk gezet. Nu, er zijn twee journalisten die dat zaakje toch wel gaan uitspitten en die toch wel op vreemde zaken uitkomen. Het is eigenlijk een strip over genetica en de liefde voor jouw eigen kinderen, ook al lijken ze dan niet op ons. Mijn volgende reeks die heet Al's Baby, die is een stuk minder serieus. En dat gaat over Al Bastardi, Al het beest. En dat is een mafiosi die werkt voor zijn schoonvader Don Luigi Sarcoma. En Don Luigi Sarcoma die heeft nog maar één wens voor hij sterft, namelijk een kleinkind. Maar de dochter van Don Luigi Sarcoma, Velma, de vrouw van Al, die heeft eigenlijk weinig zin om zwanger te worden en die verkiest haar eigen zangcarrière. Dus Al besluit om dat kind zelf te dragen. Je hoort het al, het is een behoorlijk absurde gangsterreeks over maffia's en baby's. En iets realistischer is Horizontaal. Dat is een dagboek van een uitgestrekte zwangerschap. Dat is het verhaal van Sibyl en ze zegt zelf, dit is een oersaai verhaal. Het gaat namelijk over zwangerschap, 6 maanden lang, 28 weken, liggend op de sofa. Geen spannende achtervolgingen, geen oorverdovende drukte, geen hilarische grappen, gewoon een vrouw die zwanger is en uit medische noodzaak die 6 maanden op haar zetel moet zien door te brengen. En dan voor mijn laatste reeks, Paul, heb ik een vraagje voor jou. Ik zou zeggen, Gertie Bouwman, Joke Kishi, Inge Praat, Petra van Rijn, Betty Mulder, zeggen die namen jou nog iets? Wel, Axel, die namen zeggen mij eigenlijk helemaal niet. Dat had ik al gedacht. Dat zijn namelijk de meisjes van de Babysitters Club. Dat was een populaire kinderboekenreeks eind jaren 80, begin jaren 90. Over een groep meisjes die, ja, zoals de titel het zelf zegt, een babysittersclub oprichten. Nu, 30 jaar later, en daar gaat deze stripreeks over, is er de Babysittersclub Junior. Dat is dus de volgende generatie, vandaag die junior, die dan weer op hun eigen manier opwindende en spannende avonturen beleeft. De Babysittersclub heb ik dus duidelijk niet gelezen, Axel. Nee, het was vooral gericht op meisjes van een jaar 10 of 11 of 12. Dus wij vielen niet in de doelgroep. Ja, dat was duidelijk. Oké, nu ben ik weer gerust. Axel, bedankt voor de uitleg en tot volgende week zeker. Graag gedaan, Paul. Dat was Axel van de Stribiep. De Stribiep, uw meisje, vind je aan de Brusselse Steenweg 44.